De politie waarschuwt Volvo-bezitters uit Arnhemse wijken Klarendal en Spijkerkwartier. Met duidelijke voorkeur voor het Zweedse automerk. Volgens de politie vindt het vandalisme vooral plaats tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends. Aan bewoners wordt gevraagd extra alert te zijn op verdachte situaties. Eerder in november was er ook een bandenprikker actief. Bij deze incidenten ging het ook om personenauto's van hetzelfde merk. Of het om dezelfde dader gaat, is niet bekend.